Dat heeft ons leven echt overhoop gegooid eigenlijk. Van de ene dag op de andere wisten wij niet meer of dat we wel goede keuzes hadden gemaakt van hier te komen wonen bijvoorbeeld. We waren in paniek, hè. Verhuizen, niet verhuizen. Het is allemaal niet zo simpel. Hè. Je bent onmachtig in die situatie. Hè. Maar we zijn er dan toch wel tegen beginnen vechten. En we zijn dan uiteindelijk in contact gekomen met gelukkig de juiste mensen die dat ons toch iets meer controle hebben gegeven over die onzichtbare vijand waar je toch uiteindelijk tegen vecht. Het is nog maar 10 jaar geleden dat ze hier eindelijk alle loodstof hebben afgegraven. 30 centimeter is in heel de wijk afgegraven, dus we waren super content dat Hoboken eindelijk terug heel groen is. Met geneeskunde voor het volk hebben wij geleerd dat we er niet alleen voor staan. We moeten heel duidelijk maken dat we met Geneeskunde voor het Volk en met de Partij van de Arbeid dit niet pikken, dat wij waakhond zullen blijven. Umicore heeft al het geld van de wereld om op een propere manier hoogtechnologische productie te doen. Ook met Hanna naast de muur, dat hij gezond kan blijven.